de grondlegger van de volle evangelische gemeente Bribi Ministries International, Irma Gimit Woerdings, is overleden. In haar levensjaren droeg zij het christelijke ambt van apostel. Apostel Gimit Woerdings kwam in 1972 tot bekering. In 1975 vertrok zij met haar 6 kinderen naar Albina om daar haar bediening voort te zetten. In 1980 begon gemeente Bribi International in Albina, waar apostel Gimit Woerdings de voorganger werd. Gedurende haar levensjaren heeft zij vele zielen tot bekering mogen brengen en stond zij vooral bekend om haar liefde en gehoorzaamheid naar God toe, die zij toonde door middel van gebed en aanbidding. Ook schreef de apostel een boek getiteld Apostel Irma Gimit Woerdings en Bribi Ministries, met als ondertiteling Getuigenissen van Gods werk door apostel Irma Gimit Woerdings. Na het jaren dienen als apostel droeg zij het ambt van voorganger van de gemeente over aan haar zoon. Apostel Gimit Woerdings overleed op zaterdag 3 juni en werd 77 jaar.